Welkom bij deze webinar De juiste medewerkers en matches door Game-Based Assessments. Deze webinar is een pre-event op weg naar de dag van werken en leren op 30 september aanstaande hier in de Lokhal. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door initiatiefnemer Tilburg University, Bibliotheek Midden-Brabant, Leren en Werken Midden-Brabant en Ivyke Weer. Graag introduceer ik Ivyke Weer bij jullie, dat ik run met Pascal Lichtenberg, mijn compagnon. We zitten in Tilburg en wij geloven dat iedereen talent heeft. We geloven ook in eerlijke kansen. Daarom verruilen wij onderbuikgevoel door data. Wij maken gebruik van gevalideerde assessments gemaakt door de wetenschap. De universiteiten van Bath, Cambridge en Berkeley hebben onze games gemaakt. En met onze software en consultancy lossen wij vraagstukken op voor business en HR, waarbij talent centraal staat. Wat kun je verwachten vandaag van Ivyke Weer? We gaan het hebben over het belang van de juiste persoon op de juiste positie, hoe vooroordelen de juiste matches in de weg staan en hoe je met eerlijke data mensen eerlijke kansen kan geven. We hebben het over objectief inzicht in talent met game-based assessments. We geven een korte demo van onze games. We vertellen meer over onze diensten en uiteraard is er een vragenronde. Het belang van de juiste persoon op de juiste positie is meer rendement op arbeid, hogere productiviteit, mensen leveren betere prestaties, ze zijn meer tevreden, de medewerkers tevredenheid neemt toe, er zijn lagere cijfers rondom ziekteverzuim, je voorkomt mismatches, elke kandidaat die uiteindelijk niet de juiste persoon blijkt, kost toch al gauw 10.000 euro, je bespaart op opleidingskosten en de loyaliteit van medewerkers neemt toe. Onbewuste vooroordelen staan optimale matches in de weg. Ons brein werkt als software. Soms doen ze niet precies wat je zou willen. We noemen ze mindbugs, vooroordelen. Jij hebt ze, ik heb ze, de buurman heeft ze. En denk nou niet, het zal bij mij wel meevallen. Helaas is dat niet zo. We zijn geboren met vooroordelen. En door die vooroordelen schat je competenties verkeerd in. Je haalt niet het beste uit je medewerkers naar boven en je loopt het risico, als je een kandidaat hebt voor een vacature, dat je zijn competenties verkeerd inschat. Dat kunnen we voorkomen. Even testen hoe het met jouw vooroordelen staat. Medewerkers ouder dan 55 jaar zijn uitgeblust, inflexibel en willen eigenlijk niet meer. Vrouwen die kinderen hebben, zijn niet meer zo ambitieus. Mannen zijn betere leiders. Iemand die niet perfect Nederlands spreekt, kan nooit echt expert zijn op een onderwerp. Als je bij het lezen van deze statements dacht, dat zijn toch geen vooroordelen, dat is gewoon waar, dan kun je ervan uitgaan dat er sprake is van mindbugs. Want deze uitspraken kunnen best wel gelden voor een individu, maar niet voor een hele groep. Ja, en ik ben me ook heel erg bewust van mijn Tilburgse tongval, maar dat wil nog niet zeggen dat ik geen expert ben. We hebben dus mindbugs die onze blik vertroebelen. Kijk maar eens even naar dit plaatje. Welke paarse kern van deze twee is het grootst? Dacht jij ook dat linksboven het grootst is? Nou mis, ze zijn even groot. Ivyke Weer biedt objectief inzicht in talent met game-based assessments. Over gamen is steeds meer bekend geworden en gamification is populair. Dat komt omdat het onbevangen maakt, je wordt er fanatiek van. En met deze games kun je talent objectief in beeld brengen. In onze software hebben we meer dan 400.000 gebruikers. Je kunt je voorstellen als jouw talent vergeleken wordt met deze 400.000 anderen, dat heel betrouwbaar vast te stellen is hoe goed jouw talent op bepaalde vlakken ontwikkeld is. Wij vertrouwen op de wetenschap en maken gebruik van games gemaakt door de universiteiten van Bath en Cambridge als het gaat om cognitieve vaardigheden, oftewel je leercapaciteit, en de games van Berkeley uit Amerika als het gaat over je emotionele intelligentie. Kijk maar eens naar deze twee mensen. Wie van deze twee heeft heel hoge verwerkingsnauwkeurigheid en verwerkingssnelheid? De rechterdame of de linkerheer? Wat zegt jouw gevoel en wat zegt onze data? Deze uitslagen zijn van de man. En zoals je ziet kun je dus verwerkingsnauwkeurigheid en snelheid meten met onze games.
Met Ivy Career krijg je verrassende inzichten, jij als individu, maar ook je werkgever. Voor het individu kun je erachter komen wie je bent, waar je voor staat, wat je kunt en wat je wilt, welk type baan of werk bij je past, wat je wil gaan ontwikkelen of welke opleidingen je nodig hebt. En aan de werkgeverskant kun je inzicht krijgen in de medewerkers die je al hebt. Wat kunnen zij? Wat voor competenties hebben zij? En als je het vergelijkt met je missie en je doelen, wat moet je misschien nog in huis halen? Heb je de beste medewerkers in huis of moet je nog mensen aantrekken? Hoe kun je ze ontwikkelen om uiteindelijk de beste resultaten binnen je bedrijf te realiseren? Uiteraard laat ik jullie graag zien hoe onze games eruit zien, hoe leuk ze zijn, hoe eenvoudig ze zijn. Voor alle mensen zijn ze bruikbaar, van jong tot oud, man, vrouw. En iedereen wordt er bloedfanatiek van en het is ook nog eens leuk. En ja, af en toe frustrerend, want je hebt natuurlijk niet op alle vlakken talent. Op het moment dat je met onze games aan de slag gaat, krijg je je eigen platform. Op dit platform kun je een aantal zaken zichtbaar maken, zoals bijvoorbeeld een videopitch, je contactgegevens, maar ook kun je cv en motivatiebrief uploaden. Je kunt iets vertellen over jezelf, over je werkervaring en over je vaardigheden en kennis. Ook kun je op deze pagina naar je resultaten. In dit geval gaan we naar je persoonlijkheid. Je persoonlijkheid wordt gemeten op basis van de Big Five, de wetenschappelijke onderbouwing van persoonlijkheid, waarbij het telkens twee uitersten in de persoonlijkheid gepresenteerd worden. Zo is dat op het gebied van ontspannen versus consciëntieus, waarbij consciëntieus staat voor efficiënt, georganiseerd, prestatiegericht, zelfgedisciplineerd, plichtsgetrouw en ijverig, en aan de ontspannen kant flexibel, strategisch, nuchter, ongedwongen, pragmatisch en responsief. Ook brengen we in kaart of je meer gevoelig bent of emotioneel stabiel, introvert of extravert, rationeel of meegaand, praktisch of open. Ook meten we je veerkracht. Mogelijk ben je fragiel of mogelijk ben je meer volhoudend onder stress. Als dan je woordenbol klaar is op basis van de vragenlijst, wordt die op deze manier gepresenteerd. De meest opvallende persoonskenmerken worden groot afgedrukt. In dit geval is dat bijvoorbeeld emotionaliteit. Om te weten wat de wetenschappelijke definitie is, klik je op het woord. Emotionaliteit verwijst naar het begrijpen en uitdrukken van emoties en naar het meeleven met anderen. Wellicht een mooie eigenschap als je werkt met mensen. De Big Five heeft meer dan 100 persoonlijkheidskenmerken. Daarom is elke woordenwolk uniek. Jij bent uniek. In dit geval krijgen we dus de wetenschappelijke onderbouwing van jouw gedrag en jouw uitingen. En dat geeft meer inzicht dan wanneer je erover moet vertellen. En de vooroordelen worden weggehaald, maar er zijn ook zaken die je mogelijk niet van jezelf weet en die op deze manier wel in beeld komen. Ik laat jullie nu de game Eyeball zien, waarbij het gaat over de vaardigheid om visueel te zoeken van een persoon om specifieke informatie in zijn of haar gezichtsveld te lokaliseren. Deze vaardigheid is erg belangrijk als je veel met beeldschermen werkt bijvoorbeeld, zoals in een callcenter. Voordat je met de game begint, bestudeer je uitgebreid de instructies via de tutorial. Die sla ik nu over. Het gamen wordt gedaan op basis van snelheid en het minst maken van fouten. Je prestaties worden vergeleken met 400.000 anderen die de games eerder al hebben gemaakt. Daardoor kun je heel goed zien of je ergens talent in hebt. Jouw prestaties worden immers vergeleken met honderdduizenden anderen. En zoals je ziet, zie je hier het patroon die je hieronder terug moet vinden. Het is belangrijk om een game als deze geconcentreerd te doen. Want praten bijvoorbeeld beïnvloedt je prestaties al tijd af. Hier wordt het al moeilijker, voor mij althans. En naarmate je sneller bent en foutloos de games maakt, krijg je meerdere punten.
precisie werken. Ja. Dat ik hard moet werken nu om patroontjes terug te vinden. Nou, ik ga. Met Ivy Career kunnen we ook de emotionele intelligentie meten van een kandidaat, een medewerker of een werkzoekende. De Games voor Emotionele Intelligentie zijn gemaakt door Berkeley University in Amerika. Het bevindt zich op het snijvlak van neurowetenschappen en psychologie. In deze games zie je gezichtsuitdrukkingen of hoor je geluiden van emoties of een combinatie van beide. Laten we eens kijken naar een voorbeeld. Is dit tevredenheid, verbazing, minachting, verdriet, medelijden, blij, boos, angst of schaamte? Ik denk verbazing. Kwestie van indienen. Kijken, horen, luisteren en een keuze maken. Hier zie ik iemand die in ieder geval niet blij is. Is het verbazing, minachting, angst, verdriet, opgelaten, boos, afschuw, pijn of schaamte? Ik denk verdriet. Laat ik die indienen. Met onze games kunnen we carrière switches faciliteren en je krijgt inzicht in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, wat je interesses zijn en je drijfveren. En onze software gaat die combineren tot ideale banen. Met onze games kun je ook een carrière switch faciliteren. Bijvoorbeeld voor een medewerker die een andere baan nodig heeft. Om te kijken wat je ideale baan is, wordt er niet alleen gemeten wat je capaciteiten zijn qua leervermogen en emotionele intelligentie. Ook vragen we naar je interesses en je werkwaarden. Een ideale baan is tenslotte een baan die je niet alleen kunt, maar die je ook leuk vindt. Als je alle opdrachten hebt gemaakt, komen we tot de voorgestelde banenmatch. In dit geval zien we dat deze kandidaat capaciteit heeft voor wetenschappers en ingenieurs en dat hij daar interesse in heeft en dat het een match met zijn waarden, zijn drijfveren. Elektrotechnisch ingenieurs is bijvoorbeeld zo'n ideale baan voor deze persoon. We kunnen nader inzoomen waarom dit een ideale baan zou kunnen zijn. Waardoor de gesprekken met je loopbaancoach echt de diepte ingaan. En we kunnen tenslotte ook nog kijken of er vacatures zijn. Nou, in dit geval, in de elektronica, is dat zeker het geval. Onze games zijn niet alleen geschikt voor de talenten van een individu. Je kunt ook een heel team laten meten. Want elk team heeft een aantal eigenschappen nodig wat een team ideaal maakt. De reden waarom je TeamFit kunt inschakelen is omdat je wil weten hoe je het beste uit je team kan halen. Het kan ook zijn dat er een conflict speelt en dat je wil analyseren waar het misgaat. Of je wil juist een projectteam samenstellen waarin je de beste spelers bij elkaar wilt halen. De communicatie verbeteren of je wil een aanspreekcultuur creëren. Maar onze game-based assessments zijn ook geschikt om de prestaties binnen een team te meten. In dat geval maken we een groep van alle spelers uit een team. Zij gaan gamen en nadat ze gegamed hebben, krijg je een uitslag gebaseerd op de wetenschap. Het is anders natuurlijk als dat je een team vraagt naar hun prestaties. Dan zegt iedereen dat hij de beste sociale vaardigheden heeft bijvoorbeeld. Nu hebben we op een rijtje gezet op basis van game-based assessments hoe goed de volgende elementen in een succesvol team vertegenwoordigd zijn. Dat zijn psychologische veiligheid, sociale vaardigheden, leiderschap, samenwerking, maar ook cognitieve vaardigheden als resultaatgerichtheid, creativiteit en innovatie, kritisch denken en of een team flexibel is. Wil je vervolgens weten wie de toppers zijn binnen een team?
dan zou je in dit geval de buitenste rij kunnen selecteren. En de speler die deze uitslagen vertegenwoordigt is MC, man of vrouw. Je ziet dat hij of zij de beste sociale vaardigheden heeft, de meeste leiderschap in zich heeft, maar ook het meest resultaatgericht is. Als je wil weten wie het minst resultaatgericht is, dan klik je op deze persoon en dan zie je dat dat DW is. DW heeft een aantal uitslagen die een mooie score vertegenwoordigen, maar resultaatgerichtheid en leiderschap zijn niet echt de eigenschappen die je bij hem of haar kunt zoeken. Je kunt nog eens verder inzoomen op de individuen binnen een team. De cognitieve vaardigheden, de emotie bijvoorbeeld. Maar ook of iemand ontspannen is, of die introvert versus extravert is, rationeel versus meegaand. En zo kun je verklaren binnen een team waarom bepaalde zaken bijvoorbeeld niet lopen. Maar je kan ook kijken, als je een nieuw teamlid wil aantrekken, welke eigenschappen hij of zij mee moet brengen. Of als je bijvoorbeeld een projectteam wil samenstellen en je hebt bepaalde eigenschappen nodig, wie uit je team daar de meest geschikte kandidaat voor is. En zo kun je op basis van de wetenschap een analyse maken op je team, maar eerst moet er natuurlijk een vraagstuk zijn. We hebben nog een andere optie waarbij we maatwerkprofielen maken. Daarmee sluit je vooroordelen uit. Vooroordelen die je mogelijk kan hebben met sollicitanten, maar ook voor je interne mobiliteit. Hier hebben we een voorbeeld van een kok, een vestigingsmanager en een accountmanager. Drie verschillende profielen die we inrichten met passende games. Je medewerkers gaan gamen of je sollicitanten. En op basis van objectieve data kun je later een keuze maken wie het meest geschikt is voor een van deze drie functies. Ook kun je kijken in welke mate je iemand kan begeleiden naar een volgende functie waar die mogelijk nu nog niet geschikt voor is, maar met een beetje hulp daar wel kan komen. Ik ben heel erg benieuwd naar de vragen die je hebt. Gooi ze in de chat of maak een afspraak met ons voor een vrijblijvende demo.